But I've been forgotten, I do. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, I do. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Yeah.
Dat wordt echt super leuk op dat kamp van groep 8. En dan vooral dat bosspel s'avonds. Nee, top. Ik ga Jelle even laten schrikken. Jelle!
Ja? Hallo? Hallo? Ja? Met mij? Haar Majesteit, het is fijn dat ik u zo direct en zo snel aan de telefoon tref. U spreekt met Arie. Arie van Sandra's Place. Oeh, ach zo. beste meneer Arie. En waarover zou u mij nog willen spreken? Ik ben slechts een afgedankte, ex-koningin. Die de vernedering ten deel is gevallen zich weer prinses te moeten laten noemen. Ja, haar majesteit, ik bedoel haar prinses, maar neemt u me niet kwalijk dat ik me stoor op uw rustige middag. Mm-hmm. Ik bel over Sandra. U weet wel, Sandra van de Cornelis Vrijschool. Oeh, zeg dat dan meteen, meneer Arie. Sandra. Ja, wie kent haar niet? Sandra. De altijd aanwezige, eeuwig tot wederdienst bereide, spirituele, immer doortastende en tot alles in de puntjes regelende, nooit aflatende en soms gevreesde en altijd meelevende corrivee in het onderwijs. Oh, ik wilde haar zojuist bellen voor het adres van haar huiskaster. Want zoals jullie misschien wel weten, hè, mijn kapsel is mijn kroon. Of liever gezegd, was mijn kroon. Ik moet het accepteren. Mijn rol is uitgespeeld. En ik zal dan ook mijn image moeten aanpassen. Nou, ik had zojuist bedacht dat Sandra het juiste rolmodel vertegenwoordigde vandaar. Ja. Haar huiskapster komt hier ook heel vaak langs in haar stamkroeg. Oh. Ze heeft eigenlijk zojuist haarige Harry, die nogal zit, ook nog geknipt. Ik denk zelf met uw welnemen dat haar huiskapster ook wel heel erg geschikt voor u is, als u belieft. Nou moet ik even een nederig vraagje tussendoor stellen. Als u dan toch langskomt, zou u dan misschien, ik durf het bijna niet te vragen, maar zou u dan misschien een leuk lintje willen meenemen voor Sandra? Want dat heeft ze wel verdiend. Ja, natuurlijk, zeker. En weet u wat me nou het heerlijkst lijkt, meneer Arie? Nooit meer die vreselijke haarlak gebruiken. Kan zo de chemo elkaar in. En lekker basic met mijn handen in het haar zitten. Precies zoals ik me voel. Nou,